Is het je wel eens opgevallen dat het je alleen opvalt dat je een schilderij hebt als het schilderij scheef hangt? Het was al die tijd aanwezig in je huis, maar omdat het al lang exact hetzelfde hing, had je het eigenlijk niet meer door. Of heb je wel eens dat je je vaste route van je werk naar je huis rijdt en dat je opeens thuis aankomt en je eigenlijk niet kunt herinneren hoe je eraan kwam? Of dat je je tanden poetst en dat je vijf minuten later helemaal niet meer kan herinneren of je eigenlijk wel je tanden hebt gepoetst? Hoe vaker je iets doet hoe meer je leert om het op de automatische piloot te doen. Het wordt deel van het vaste setje patronen in je brein en hoe minder je erbij oplet, hoe minder energie het kost om uit te voeren. Super handig dus, zo'n mentale autopiloot. Tenzij je je leefstijl wil gaan aanpassen. Dan merk je opeens dat die automatische patronen toch wel erg ingebakken zijn en niet altijd even onschuldig als een scheef schilderijtje of je tanden poetsen. Bijvoorbeeld je eetpatroon, de manier waarop je omgaat met je geliefde. Of de soms gemene dingen die je tegen jezelf zegt. Als je dit merkt in je eigen leven, kun je eens proberen om een van die patronen te gaan doorbreken. Maar begin dan ook met de eenvoudigste. Poets eens je tanden met je linkerhand. Neem een volledig onbekende route naar huis. Of stel jezelf eens op een andere manier voor aan mensen. Je wordt je hierdoor bewust van je mentale autopiloot. En je kan gaan merken dat hele alledaagse dingen opeens weer leuk en uitdagend worden.